Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streenstra. Ik ben van Dievenmakelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van het Tesselseplein nummertje 14. Ik dacht vrolijk buiten te beginnen. Lekker in het zonnetje. Maar het ene moment schijnt de zon. Het andere moment hebben we stortbuien. Dus het is even lastig om jullie buiten te laten zien. Ik ga het proberen, want volgens mij is het nu weer droog. Maar we gaan het proberen. Ik ben dus even binnen gaan staan in het portiek. Het is een afgesloten portiek en nu is het volgens mij weer droog, dus ik ga jullie heel even snel meenemen naar buiten. Tesselseplein, Hoogvliet aan de overkant, een aantal andere winkels en we gaan hier deze etagewoning op de eerste etage gaan we bekijken. Nou, het is natuurlijk op loopafstand van het strand. En als het dan het zonnetje schijnt, dan is het helemaal top. Wat ik al zei, het is een afgesloten portiek. En dan gaan we met de trap naar boven. En dan gaan we appartement nummer 14 van binnen bekijken. Een superleuke starterswoning. Voor hippe, jonge mensen is het helemaal geweldig. Strakke vloeren. Als we rechtdoor lopen, lopen we direct de woonkamer in. Aan de rechterzijde hebben we een deur naar de slaapkamer. Deur naar het toilet. Meterkast, als we rechtdoor gaan, badkamer, tweede slaapkamer en nog een deur richting de achterkamer, maar er is één grote open ruimte van gemaakt. Een hele mooie open keuken en een supergezellige woonkamer. Goed, we gaan naar het begin. We zijn net binnengekomen door deze deur. Deurtelefoon. Het is een actieve vereniging van eigenaren. De bijdrage is vanaf 1 januari 100 euro per maand. We zijn met 3 appartementen. Kunststof kozijnen, dubbel glas aan de voorzijde. Aan de achterzijde ook dubbel glas. Maar houten kozijnen bij het balkon. Nou, prima slaapkamer. Het is hier vooral heel praktisch ingericht. Alle ruimte is benut. Vanaf de eerste etage. Uitzicht over het plein. De woning is gelegen op erfpachtgrond, maar die erfpacht is eeuwigdurend uitgegeven en ook eeuwigdurend afgekocht. Dus je kan eigenlijk zeggen eigen grond. Strakke vloer. Maar je moet wat creatief zijn in dit soort huizen. Nou, je ziet dus dat de eigenaresse de fiets bijvoorbeeld hier heeft hangen. Ja, als je een mooie fiets hebt is het nog super stoer ook. Toilet. Het ziet er allemaal super hip uit. Daarnaast hebben we de meterkast. Tevens bergruimte. Plek voor de stofzuiger. We hebben 7 groepen. We hebben slimme meter. Dan hebben we dus die tweede slaapkamer hier aan de achterzijde. Deze eigenares heeft ervoor gekozen om een opklapbed neer te zetten, waardoor je lekker veel ruimte hier in deze kamer krijgt.
Ook hier kunststof kozijnen. Kiepkantelramen. Ja, en op Scheveningen, als je op Scheveningen woont, dan is dit eigenlijk in één woord de koper die we zoeken. Lekker sportief, lekker dicht bij het strand, lekker surfen. Na het surfen lekker poedelen in je fantastische badkamer. Ruime inloopdouche. Het ziet er allemaal keurig netjes uit. Stoere wastafel. Spiegelkast erboven. En ook nog toegang tot het balkon. Nou, dit zijn eigenlijk hier aan de rechterkant. Eigenlijk de enige kozijnen die van hout zijn. Wel dubbel glas. Leuk dat de kleine raampjes ook nog behouden zijn. En vlak achter die donkerrode steen, dat gebouw, daar ligt het strand. Natuurlijk ook op loopafstand van de haven. Een handig bakje voor je wasgoed. Nou, dit huis is echt heel praktisch ingedeeld. We hebben zelfs nog een werkruimte. Gewoon heel sfeervol, heel gezellig. Dit is dus de deur ook eventueel naar de gang. Dus als je een andere indeling wil maken, dan zou dat eventueel kunnen. We hebben twee deuren. Eén hier bij de woonkamergedeelte. En één toegangsdeur zeg maar, bij het eetgedeelte keuken. Voldoende plek voor een eettafel. Nou, er is nog een uitschuiftafel, dus je kan er gewoon nog met heel veel mensen ook eten. De brochures voor vandaag liggen klaar. Ik ben hier aanstaande zaterdag ook nog een keer, dus mocht u naar aanleiding van deze live video de woning willen bekijken, bel dan even naar kantoor. Normaal gesproken roep ik dan altijd een 070 nummer, maar in dit geval mogen jullie ook bellen 06-511-82373. Ik herhaal 06-511-82373. 373. We gaan richting de keuken. Aan de linkerkant het spoelgedeelte met daaronder de wasmachine. Eventueel zou je in dat rechterkastje hier nog een vaatwasser kunnen plaatsen. Want die ontbreekt nu. Daarboven allemaal kastruimte. En kijk eens aan een stoere afzuigkap. Super gaaf. Met daaronder de kookplaat, laderskasten, oven en daarboven ook nog de combi-magnetron. Zomers kan je lekker de deuren opengooien. Twee openslaande deuren hier in de keuken, dus ben je lekker aan het koken, dan kan je ze lekker openzetten. Tot slot de cv-ketel. Remea. 2007. We hebben een energielabel C. En ik denk dat dit echt een geweldig appartement is voor iemand die houdt van het strand, van surfen, sportief is. En we gaan niet voor niks vandaag en zaterdag een groot aantal bezichtigingen doen. Mijn naam is Armin Streekstra, ik ben van Diva Makelaars. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot ziens.